Breda Nu. Je weet het meteen. Commissaris Van de Koning, de heer Van der Donk, brengt vandaag een bezoek aan het bedrijf CM, waarbij ook uitleg gegeven wordt over de City of Imagineers. We gaan boven eens even kijken. Wat neemt u mee van zo'n bezoek aan dit bedrijf en wat u gehoord heeft over City of Imagineers? Heel veel. Allereerst enthousiasme, want dit is nou precies wat we nodig hebben. Ook in deze regio moet je vanuit je kansen redeneren naar een economie die onzeker en radicaal vernieuwend zal zijn. En als je dan de stad van de beeldcultuur verbindt met nieuwe technologie en daar nieuwe ideeën verzint, dat is fantastisch. En ook de logistiek heb ik weer aangetroffen in de redenering. Dus ik ga heel optimistisch weg, maar ook een beetje ondersteunend. Hè, als provincie zijn we trots op Breda sowieso, een van onze mooiste steden. Maar ook een stad die in de regio nieuwe kansen moet creëren voor economische ontwikkeling in een economie waar de V&D's vallen op. We moeten nieuwe dingen gaan doen. Philip Morris gaat weg, we moeten nieuwe dingen gaan doen. En nieuwe dingen gaan doen, dat is hier de spirit die ik bij die ondernemers aantrof. En wat ik ook zie, dat steeds meer en steeds beter lukt wat zo verschrikkelijk nodig is, dat je die ondernemers samen met de NATV, met de universiteiten en met de overheden samenspant voor een goed idee. Dus dat is mijn leerstuk van de Regionomics. De echte economie vindt in warme regionale samenwerking plaats. En dat heb ik vandaag volop gezien hier. De commissaris Van de Koning is vandaag hier op bezoek geweest. Wat heeft dit voor jullie betekend? Wat hopen jullie dat hij meeneemt van dit bezoek? Nou, voor ons is het natuurlijk heel bijzonder dat wij als City of Imagineers bestaan een jaar. Een ondernemersvereniging voor de creatieve industrie van Breda. CM, een van onze ondernemersleden. En dat wij samen de kans hebben gekregen om te laten zien wat er in Breda gebeurt. Qua creatieve industrie, qua innovatie, qua crossovers, qua samenwerking en verbinding. En eigenlijk de kracht die Breda eigenlijk als stad heeft. Ja, ik vond het ook wel leuk dat hij er was. Omdat, het is niet voor niks. Hè, het gebeurt niet vaak dat eigenlijk de commissaris van Koningin naar Breda komt. Komt uit een boseindje weg, zo zegt. En dat is leuk dat hij de moeite neemt om hier ook te komen. Kijk, Breda is een hele bloeiende, mooie stad. En we zijn ook trots op Breda, hè, als ondernemingen in Breda. En dan is het leuk om het te laten zien. En ik heb net wel vaak ook lang ook gesproken met de commissaris. En dat is ook echt techneut. En ook iemand die van ondernemen houdt. Van groei. En dat gaf ook heel veel raakvlak ook. Hij heeft contact met bedrijven als ASML en Philips. Ook allemaal technologiebedrijven die groeien. Net zoals CM. En dat is leuk om ook die verbinding te leggen. En ook al, wat ook nog interessant is dat hij ook heel goed is in de volgende verbindingen. Naar Europa en naar Nederland. Dus dat is zeker goed voor Breda die ook naar buiten moet. En CM is een internationaal bedrijf. Maar we willen dat heel Breda ook eigenlijk een internationale stad aan het worden is. En dan past zo'n bezoek daar heel goed bij.